Sapko, oké, Ramram, dit is Sashis met Hoeram, weer met een vlog. Ik heb een vraag voor jullie. Voordat ik die vraag stel, moet ik jullie eventjes een verhaaltje vertellen van scenario schetsen. Ik was laatst met een paar collega pandits bezig te praten hierover. Stel je voor dat je als pandit zijnde hebt toegezegd om een huwelijk uit te voeren. En je gaat daar bij de tilak. En tijdens de tilak merk je dat de jongen, dat tilak is het inzegenen van de jongen, dat die jongen zich heel homoseksueel gedraagt en met tegenzin alle rituelen doet. Wanneer je de boel observeert, dan merk je ook dat de jongen onder druk staat van familie, vrienden, kennissen. En je weet even geen raad. Nou, als pandit zijnde heb je twee keuzes. Of je gaat door ermee, of je stopt ermee. Ik ken gevallen, ik ken meerdere gevallen, waar dit is gebeurd, zowel in Suriname als in Nederland. En ik ken een situatie bijvoorbeeld waar een pandiet gewoon door is gegaan ermee. Hij had de jongen gevraagd van, hey kijk, wil je wel hiermee doorgaan? Ik zie dat je moeite mee hebt, maar de jongen is gewoon doorgegaan ermee. Dus als pandiet zijnde dacht hij, ik weet niet wat ik verder moet doen hiermee. Ik ga gewoon mijn werk doen verder. Maar de pandiet leeft met schuldgevoelens. Aan de ene kant is een jongen ongelukkig, het meisje is ongelukkig. En de pandiet heeft karmisch bijgedragen aan hun ongeluk. Dus hij voelt zich heel schuldig daarin. Ik ken ook een geval waar een pandiet nee heeft gezegd en is opgestaan en gewoon niet hieraan wilde participeren. Hij is sociaal aangevallen en zwart gemaakt. En uiteindelijk hebben ze hem vervangen en iemand anders het huwelijk laten uitvoeren. Dus wij pandiets weten even niet wat we moeten doen. Kijk, heel vaak krijgen we geen steun van de oudere generaties wanneer wij hier verandering in willen brengen. We krijgen wel steun van de jongeren, maar zulke situaties moeten eigenlijk voorkomen worden. Wat kunnen wij doen? Dat is mijn vraag aan jullie. Wat kunnen wij doen? Hebben jullie tips? Hebben jullie adviezen? Kunnen jullie ons iets vertellen, steun geven of noem maar op, zodat wij pandits ook jongeren kunnen helpen in zulke situaties? Dat is mijn vraag aan jullie. Je kan het op Facebook onder deze video plaatsen, je commentaar. Je kan het op YouTube doen, waar je deze video ook ziet. Laat me het weten. Ciao. Ram Ram.